Wouter, we moeten het hoognodig eventjes hebben over Ghost of Tsushima. Ja, inderdaad, Florian. Want Ghost of Teppanyaki is echt een fantastische game. Ja, we hebben gisteren even een behind closed doors gehad. En daar zagen we eigenlijk die gameplay die we ook zagen in de persconferentie. Maar dan voor ons neus gespeeld. Ja. En god alle Jezus, wat ziet die game er ontzettend mooi uit, echt. Ghost of Tsushima ziet er fucking goed uit. Een van de meest indrukwekkende dingen vond ik... waarschijnlijk hebben jullie de demo ook gezien. Op een gegeven moment stond er de hoofdpersoon, Jun heet die volgens mij. Ja, ja, ja. Die stond tegenover die vrouw waar hij ruzie mee had. Ja. Want zij gingen samen, waren ze op zoek naar die monnik. En zij wilde hem afmaken en hij wilde zijn hulp, kon zijn hulp goed gebruiken. Ja. En op een gegeven moment... Staan zij tegenover elkaar in een soort van bijna western, wild west-achtige pose. Ja, ja, ja. Dat was echt net een spaghetti western. Een soort van draw, inderdaad, ja. If we fight, the Mongols win. They already won. En op de grond lagen allemaal rode bladeren. En op het moment dat zij bewegen, gaan die bladeren omhoog. Al die bladeren die naast. En dat valt pas op als je het gaat pauzeren. Dat er gewoon, dat. Er liggen echt duizenden blaadjes daar die allemaal onafhankelijk van elkaar bewegen. Inderdaad. Het is echt gruwelijk mooi. Ja. En sowieso, we vroegen ook aan die developer van Ghost of Tatanaki. Heb je nou verschillende keuzes? Want inderdaad, die monnik moesten we redden. Ja. Maar had het ook anders gekund, zeg maar. Ja. En daar bleef hij nog een beetje vaag over. Klopt. Ja, we mogen het niet hebben over de keuzemogelijkheden in deze game, zei hij. En ik zei ook, want op een gegeven moment krijg je de keuze... of tenminste, je kunt al die gasten afmaken. Ja. Maar dan blaast er één op zo'n hoorn. Precies. En ik vroeg van, en als je die gast nou eerst afmaakt dan? Voordat hij op die hoorn blaast, inderdaad. Ja, wat gebeurt er dan? En dat mocht hij niet over hebben. Nee, daar bleef hij een beetje vaag over. En dus is het een beetje de vraag of het heel erg scripted is. Ja. Of dat je een beetje keuzemogelijkheden hebt. Of dat je bijvoorbeeld zelfs het hele gevecht had kunnen ontwijken door te stealthen of zo. Wat hij wel had verteld is dat deze hele gebeurtenis eigenlijk een subplot was van het main story. En dat dit eigenlijk... Nou, ik weet niet of het skippable is, maar dat het niet een main story verhaalstukje is. Dus eigenlijk is dit een extra verhaaltje dat je erbij krijgt. En daarmee benadrukt hij ook dat Ghost of Sushi een van de allergrootste open wereld game gaat worden die zij hebben gemaakt. En zij zijn Sucker Punch en zij hebben de Infamous natuurlijk, hè? Infamous serie gemaakt, waarvan Second Son een beetje tegenviel. Sure. En daar zei hij ook over dat zij meestal kleinere open wereld games maken. Maar dit wordt echt een huge open-ended. Tenminste, dat vermoeden heb ik wel. Ik denk het ook. Ik bedoel, in Infamous ook heb je heel erg de keuze of je goed of slecht bent. Precies. Weet je, dat moet ook een beetje terugkomen in Ghost of Teriyaki. Dat kan haast niet anders. Ja, dus het is een ontzettend grote open wereld game. En wat je ook aan het begin zag, dat je over het veld heen liep. Ja. Dat je in de verte kon kijken en dan zag je bij de kust zag je de Mongolen aankomen. Yep. Met hun boten. Ja. En even verderop zag je, weet ik veel, een van de kasteel. En allemaal kun je daarheen en dan heb je daar verschillende dingen te doen. Maar ik hoop dat het meer is dan super beautiful. Ja, zeker. Want eigenlijk is het maar een kort stukje wat we hebben gezien. Ja. En we weten dan ook nog niet of dat heel scripted is of niet. We weten ook niet zoveel over de combat bijvoorbeeld, want ze hebben de HUD helemaal weggehaald voor deze demo. Om het heel filmisch te laten lijken, inderdaad. Doen ze wel vaak in games. Bij Sekiro, Sapiro, Robert De Niro hebben ze dat ook gedaan. Ja. Om gewoon die demo er mooier uit te laten zien. Maar dat betekent wel dat je niet helemaal precies weten hoe de combat werkt. Maar het lijkt erop, het pareren en counteren en dat soort dingen. Zo'n gevechtssysteem lijkt het te worden. Maar hij moest de balans vinden tussen realisme. Precies. Dat je binnen drie hakken eigenlijk al dood bent in een gezwaard gevecht. Want je hebt ook nog een soort van supermove inderdaad. Op een gegeven moment als je die monk redt, dan krijg je een soort van slow-mo. En dan kan je echt drie van die gasten killen in één soort van... vette move. En hij zei ook van, dat moet je opbouwen, dus dat kan je niet altijd doen. Precies. Dus er zit zeker meer lagen nog in, maar die hebben we gewoon nog niet gezien. Nee. Maar wat ik heb gezien, it intrigues me. Ik vind het wel echt heel erg vet. Nog één dingetje, je kunt ook verschillende armors verzamelen. Ja. En we zagen er een paar op afbeeldingen waarvan ik dacht, woehoe, zo wil ik eruit zien. ik vind het een van de drie samurai games die eraan komen, Nioh 2, Sekiro, Shadows Die Twice en Ghost of Matsumatsu. Vind ik
vind ik die laatste. Ja. Echt wel. Het meest interessant. Het meest interessant, ja. Sowieso het meest beautiful. Misschien wel een van de mooiste games die ik hier gezien heb. Ja, het ziet er echt insane mooi uit. En Commodore, weet niet wanneer die uit gaat komen. Nee. Ergens 2019. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk einde ergens. Ja. Maar neem gerust je tijd, Sucker Punch, want hier moet je even een mooi pareltje van maken. So I'll ask you once again, Samurai. Do you surrender?